Cambuur bij Leeuwmiddelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, ik heb het nog niet vaak gezegd dit seizoen, maar het was niet goed vanavond. Nee, eigenlijk vanaf de eerste minuut niet. Hè. Het was niet vlot in de opbouw en we wilden eigenlijk de bal niet echt hebben. Maar het was traag en dat is eigenlijk iets wat we niet willen. Hè. Waar we constant, ik had ook niet aanzien, of we hadden het niet aanzien komen, want het is we. Hè. We spelen gelijk we en we verliezen we en we winnen ook we. We hadden het niet aanzien komen. Op de training is flitsend snel. Maar je hebt ook met een tegenstander te maken. En ik moet MVV complimenten geven. Het was fanatiek. Die proefde ook dat wij daar dat we niet het lef hadden wat we normaal hadden. In de thuiswedstrijden vooral. Nou, en daar mogen we blij zijn met het punt. MVV krijgt misschien zelfs nog wel de beste kans op een overwinning. Dan is Sonny Stevens denk ik de enige man die nog boven zichzelf uitstijgt. En er nog een paar ballen heel knap uithaalt. Dat is dan even zucht en steun op de bank af en toe denk ik. Ja, dat klopt. Ik vond onze backs het ook wel aardig doen. Hè? Die werden niet altijd ondersteund door de buitenspelers, hè? Maar het is ook elkaar helpen. Hè? We werden ook goed afgedekt trouwens de hele tijd. Hè? MVV had zich erop ingesteld dat ze eroverheen zouden komen. En elke keer die middenvelders braaf mee terug. En daar hadden jullie het heel lastig mee. Ja, hadden we goed. We hebben op een gegeven moment nog iets anders geprobeerd in de manier van spelen. Maar de proef die in dat we het lef niet hadden. In het laatste hebben we nog langer bal gespeeld. Maar ja, we konden het niet meer omdraaien na die eerste minuut al. En dat is, dat is jammer. Zo ver zijn we er niet. En dat is ook geen schande, hè? Want wat we laten zien is natuurlijk ook al prachtig. Alleen vandaag was het niet goed. Nee, het was heel anders dan de afgelopen weken. Ik denk dat dit ook een beetje misschien hoort bij een groep met wat weer jonge jongens erin. Dat het af en toe ineens zo'n wedstrijd ertussen zit. Ja, maar ik vind ook dat Kelvin McIntosh en Erik Schouten, dat die vooral in de opbouw ook meer moeten brengen. Hè? Dus het is ook mooi dat de oudere jongens, dat je die ook even in scherp kunt zetten. En dat is alleen maar goed, want die jongens die denken overal in mee. En dus dat is ook geen enkel probleem, dat accepteren ze ook. En die zijn heel reëel, hè? Dus die denken zelf ook, die zijn direct al net op bij me, ja, was niet goed dat en dat. Nou, zo ga je ook met sport om. Dus ik kan ook open praten. Jamie Jacobs viel geblesseerd uit. Hoe is het met hem? Waar heeft hij last van? Is dat ernstig? Is dat niet ernstig? Hoe zit dat? Ja, dat is voor mij wat kramp. Hè? Hij zat ook niet lekker in de wedstrijd. Hè? Die laat je dan staan omdat hij altijd wel een goal maakt uit het niets. Hè? Die krijgt een bal tegen zich aan en die gaat erin. En zo gok je dan ook om mensen die doelpunten maken. Hè? Nou, maar voor mij is wat kramp en is die volgende week gewoon weer speelklaar. Volgende week is het tegen Os, dan weer thuis. Dan verwacht jij ook weer een heel ander Cambuur dan deze week, denk ik, hè? Ja, deze week was gewoon hartstikke goed hoor. We hebben echt een geweldige week gehad in werken. Dan vandaag bedoel ik dan? Ja, nee, maar dat vind ik wel mooi dat je het vraagt, want daar kan ik op antwoorden. Ik heb niets zien aankomen en de jongens ook niet. Maar vandaag was het niet goed en dat moet volgende week weer een stuk beter. En meer is het ook niet. Hè. Het is een uitwedstrijd tegen een club die er alles aan doet om te overleven. Nou, daar waren schoten we vandaag tekort in. En dat is jammer, want net als onze supporters die er waren, even complimenten, is voor ons ook heel vervelend. Want je moet nog een klein stukje terug. Ik denk een uur of drie thuis zijn. Dan moet je dan naar huis zijn, een uur of vier. Nou, dat is zonde voor de tijd, hè, dat je zo speelt. Maar kort samengevat is het dus de slag gelijk gespeeld, in dit geval dan, maar de oorlog nog niet verloren. Ja joh, ben je gek, we zijn net begonnen. Hè. Doen we het veel te goed. Hè? Maar daar ben ik blij mee. En dat is ook wel lekker dat je even een tegenslagje hebt. Maar daar moet je weer mee aan de slag. En als we hieruit komen, beginnen we echt goed te worden.